Laten we eerst beginnen met eens diep in te ademen. Wanneer we weer rustig uitademen, nemen we ook weer onze tijd. We gaan dan eerst onszelf ontspannen. Te beginnen met ons lichaam. Te beginnen met onze ogen. We ontspannen eerst onze ogen. Want in meditatie kunnen we nog wel eens de gewoonte hebben onze ogen dicht te knijpen als we gespannen zijn. Daarom ontspannen we onze oogleden. Het kan wel helpen om je wenkbrauwen een beetje op te trekken. Voel de spiertjes in je ogen ontspannen. En dan zijn je ogen een klein beetje open. Je voelt dat je ogen zacht zijn. Met een zachte blik. En dan ontspannen we de rest van ons lichaam. Van top tot teen. Ons gezicht, ons aangezicht. Nek, schouders, armen tot aan de handen, borst en buik, rug en heupen, de benen tot aan de tenen. Laat je hele lichaam helemaal zacht worden. Het kan wel helpen als je je voorstelt dat er een golf van ontspanning door je heen gaat. Of net als dat je een warm bad hebt gehad en je voelt dat je hele lichaam ontspant. Door het warme en weldadige water. Als er nog een deel is van ons lichaam dat gespannen is, dan laten we dat even zo. We gaan er niet te veel op inzoomen. Geleidelijk aan kunnen we ons lichaam een beetje loslaten, terwijl onze aandacht meer naar binnen gaat.
Wanneer we ons lichaam een beetje kunnen ontspannen en loslaten, dan gaat onze aandacht vanzelf meer naar binnen. We worden ons meer bewust van onze innerlijke wereld. Wanneer we ons bewust worden van onze innerlijke wereld, merken we dat er allerlei gedachten door ons heen gaan. Die gedachten zijn soms aangenaam en soms onaangenaam, soms gespannen, soms ontspannen. Het is nu zaak dat we alle gedachten evenveel waarde toekennen. Dat we ze allemaal met dezelfde gelijkmoedigheid laten komen en gaan. Net als dat we de blauwe lucht zijn. Het blauwe luchtruim open en wijd. En onze gedachten zijn als de wolken die door de lucht heen drijven. En het kan zijn dat onze gedachten ons soms heel erg lastig vallen, maar toch laten we ze hun gang gaan. Als we erdoor zijn afgeleid, keren we gewoon weer terug in het hier en nu. We hoeven onze aandacht niet vast te pinnen. Het is heel normaal dat we nu en dan afgeleid zijn. En dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Geleidelijk aan merken we dat wanneer we niet langer ingaan, niet langer voortborduren, niet langer tegen onze gedachten ingaan, dan merken we dat er meer rust is. En het heel aangenaam kan zijn niet langer te hoeven reageren op onze eigen gedachtenwereld. We merken dat onze ademhaling wat langzamer wordt en onze gedachten ook minder actief. We voelen geleidelijk aan meer ruimte, meer openheid, meer lege ruimte in onszelf. Lege ruimte die plaats maakt voor iets nieuws. We hoeven niet te gaan zoeken of te gaan pushen om rustiger te worden. We kunnen soms het gevoel hebben dat we onze meditatie wat perfecter willen maken, maar we vergeten dat alle meditatie vanzelf perfect wordt wanneer we simpelweg met de rommel en de ruis in onszelf zitten. Ermee zitten wil zeggen, ermee zitten, er gewoon mee zijn. We zitten en we zijn.
Want we kunnen niet altijd perfectie verwachten. Soms dan is er wat pijn, mentaal of fysiek. Soms dan zijn we afgeleid. Dat hoort er allemaal bij. Maar als we simpelweg consistent in het hier en nu blijven, terugkomen en we onze gedachten de ruimte geven zonder er ons voor te interesseren, dan worden we vanzelf steeds meer open, ruim en steeds meer stil. De kern van meditatie is dus eigenlijk helemaal niets doen. En de meditatie voelt steeds eenvoudiger. Wanneer we van binnen ons meer open en ruim voelen, is de tijd aangebroken om onze aandacht aan het onderwerp van de meditatie te wijden. We merken dat onze ademhaling inmiddels wat subtieler is geworden. We hoeven dan ook niet meer diep in te gaan ademen. Of onze ademhaling
te gaan beïnvloeden. Maar wat we wel merken is dat onze ademhaling natuurlijk altijd nog naar binnen gaat en weer naar buiten. En telkens wanneer dat gebeurt, voelen we de verbinding aan het einde van onze inademing, de verbinding met de middenruimte, de plaats aan het einde van onze inademing. Als we onze ademhaling voorstellen als een soort van baan, er loopt één baan naar het midden van onze buik. En wanneer we weer uitademen, dan gaat onze ademhaling weer terug langs dezelfde baan. Dan zullen we merken dat er in het midden van onszelf, in het midden van onze buik, een plaats is. In de kern van ons wezen, in het midden van onszelf, is er wat we noemen de middenruimte. De plaats waar ons bewustzijn begint en ons bewustzijn eindigt. De plaats waar lichaam en geest met elkaar in verbinding staan. De plaats waar onze ademhaling keert. En we merken dat enkel hiervan bewust zijn, enkel gewaar te worden dat er deze middenruimte in onszelf is, al een soort van meditatie is. Met een hele zachte en zorgzame aandacht worden we ons bewust van het bestaan van deze middenruimte, in onszelf. In de Thaise taal zeggen ze Jai Pentat Samrit. Jai Pentat Samrit betekent dat onze geest van een aard is dat het dingen tot werkelijkheid brengt. Wanneer we ergens aan denken, dan is onze aandacht daar meteen. En onze geest reist als het ware daar naartoe. Wanneer we ons bewust zijn van het midden, gaat onze geest daarmee een verbinding aan. Toch kan het soms een beetje abstract lijken om onze aandacht te wijden aan iets wat we niet kunnen zien, niet kunnen voelen. Daarom kunnen we ons ook voorstellen dat we een beeld, een visualisatie, of beter gezegd, een herinnering voorstellen in het midden van onze buik. Bijvoorbeeld kunnen we een zonnetje laten schijnen in het midden van onze buik.
als we ons de zon herinneren, zoals die aan de hemel staat, of de maan tijdens de volle maansnacht. Of een mooi sterretje dat misschien glanst en glinstert. Of misschien een lichtje, een kaarsje dat schijnt. Of enkel het vlammetje. Wanneer we zoiets herinneren, is het niet heel duidelijk. Het is simpelweg een herinnering die we leggen op de plaats in het midden van onszelf. Wanneer we de herinnering daar neerleggen, kan het zijn dat we er soms bewust van zijn en soms ook weer niet. Soms voelt het al of de herinnering daar nog steeds is. Het is een balans van het vinden van de juiste aandacht. Sommige leraren spreken daarom ook wel van nonchalant mediteren, met een nonchalante aandacht, een klein beetje aandacht, speels en onbevangen, maar wel consistent. Geleidelijk aan worden we ons meer bewust van de middenruimte, terwijl we ons steeds meer en dieper ontspannen. Vergeet nooit, we hoeven niet per se iets te visualiseren. Soms dan lukt het, soms ook niet. Maar tevredenheid en de kalmte is er altijd. Laten we samen verder mediteren in stilte, terwijl we met een zorgzame aandacht gewoon zitten en zijn.